smokken. Hier zit slagroom in. Ik denk dat jij hem ook wel lekker vindt, hè? Lekker. Oh. Good life. De familievloggers met Ruben en Melanie en de leukste drieling van Nederland, Jason, Jalicia en Jaden. Good life. Jullie waren allemaal lekker kijken naar de nieuwe vlog. We gaan vandaag lekker cakejes proeven. Top 10! Ja, top 10 gebakjes gaan jullie proeven. En welke hebben we allemaal meegenomen? Roffel, de troffel. Hoi! Lekker! Niet met de vingers aan, alsjeblieft. Oh. Maar dat lusten jullie niet, hè? We moeten dat proeven! Niet met je neuk. Lekker. Haren erin. Dat zag er lekker uit, hè, kindertjes? Ja. Jaden, jij mag als eerst eentje aanwijzen die wij gaan proeven. Die groene, wil je die groene? Ja. Ja, die wil ik al. Nou, dan gaan we die in stukjes snijden. Dan mogen jullie allemaal één hapje proeven. Aan het einde van de video mogen jullie één gebakje uitzoeken die je helemaal mag opeten. Mama, het lijkt wel de gouden bal in de Efteling met de kikkerkoning. Je weet niet of het lekker is. Nee, dat is de vraag inderdaad. Ja, schat. Heb jij de vorige keer gepakt, schat? Ja, voor het gelukkig. Maar je weet niet of het lekker is. Mag ik een vork? Kom maar hier. En dan is wel een ferme hap. Mag ik ook? Hè? Nou, zet maar weg. Ik denk dat jij hem wel lekker vindt. En Jalicia? Lekker! Ja. Lekker! En Jaden? Ik denk dat jij hem ook wel lekker vindt, hè? Lekker! Is die goed gekeurd? Ja! Ah, die is dus van mama. Nou. Nee! Ik wil die bol eens proeven. Die bol? Nou ja, zo meteen. Ik zou kijken wat we gehad hebben. Die is echt maar even in de doos. Mag je dadelijk aan het einde mag je uitzoeken welke je nog wil hebben. Jalicia, jij bent nu aan de beurt. Mag je eentje uitzoeken welke wij moeten gaan proeven? Dit is smokken. Hier zit slagroom in. Dit is een moorkop, ja? Ja, dit is banaan. Dat is pudding. Pudding mag je. Fruit. Nou, kies er maar een uit, Jalicia. Tik 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 tik
De worstkop. Oké, die gaan we dan proeven. Wat zit erop? Een stukje... Slagroom! Ja, ook. En een stukje, welke fruitsoort is dat? Chocolade. Ja, chocola. Wat nee, zit erop? Lekker! Wat is dit? Ze doen maar alles op. Oh, lekker mag ik je eten. Rijst. Ja, wat is het? Mandarijn. Mandarijnen. Mandarijn. Ja. Nou. Moorkop, die zit vol met slagroom. Die is echt lekker. Die verkopen ze veel in... Duitsland. De winkel. Ja, in de winkel. Heel goed. Jij hebt helemaal gelijk. Die is echt lekker. Daar ga ik niks aan toevoegen. Die verkoopt en heel veel. En in Duitsland. Ja, ik wou zeggen in Den Bosch. De Bosche Bol lijkt wel. Ik kan op staan. Dat is voor mij gewoon een soort moorkop. Maar alle bossen daar zullen dan wel reageren. Nee, de Bosche Bol is toch net iets anders. De vooral. Ik lus geen stroken. Ja, natuurlijk. Doe maar een klein stukje voor. Ik ben schrok. Is die lekker? Goed zo. De dit. Maar vind je die lekker? Nee. Je moet je ruiken. Nee, jij moet eten. Ja. Wat nee? Pak hem maar. Ik lust geen slagroom. Proef jij slagroom? Oké. Jij lust ook geen slagroom? Proeven. Ah, jullie nee, ik hou niet zo van slagroom. Nee, ik eet het. Dus jullie hebben die van de vreemde. Kijk dan. Zo, Jason, zoek een lekker gebakje uit, jongen. Wees maar eentje aan, dan doe ik hem op een pot. Banaan, oké, kom maar hier. Lekker, banaan. Kijk wat er zit er van die... klapjes onder, een soort schoteltje van papier. Zo, de banaan. Dat lust ik niet. Nee, het lijkt net een larf, hè, zo. Je weet nooit als dat lekker is. Nee, dat is denk ik wel. Nou, Jason, kom ik weer. Heerlijk. Ja, lekker? Dat is banaan, dat lust jij wel. Jij lust toch een banaan? Nee, niet die banaan. Proef maar een stukje. Wat erin zit. Zullen wij een deeltje, Jada, zullen wij een deeltje maken? High five. Ga jij hem proeven? Weet dat jij hem lekker vindt? Ja. Voor mama. Nee. Je gaat hem lekker vinden. Nee. Maar wil je echt niet? Dan niet, je weet niet wat je mist, jong. Doe dan alleen hier, dit proeven. Wat zo proeft de binnenkant ook. Proef hier. Lekker, hoor. Dat doen we eens in de mond.
Vertrouw je mama. Nou, vertrouw je mama. Het smaakt naar meer. Doe hem eens in de mond. Eet hem maar eens op. Is echt lekker. Papa zei toch dat hij lekker was? Ja. Hij is lekker, hè? Kijk dan, kijk je wat hij doet. Ah. Ja. Ja, hij vindt het wel. Zo meteen doet hij dat. Doet hij denken vanuit het niet hap. Let op. Kijk. Ja, kijk, zie je hoor. Daar had hij de zijn toch? Ah, heb je mama vertrouwd? Zie je, papa zei het toch? High five. Eet hem maar lekker op, jong. Zo, Jaden, omdat jij net toch geproefd hebt van papa, vond ik wel tof voor jou. Heb papa gelijk deze gehad. Kom maar hier. Lekker met kiwi en banaan. Toch ook weer banaan, hè, jong. En druiven. Alsjeblieft. Dat zit er meer op. De sinaasappel. Ik eet het, mama. Het is fruit. Lekker. Jaden mag als eerste kiezen wat voor stukje fruit hij wil proeven. Ik wil die allemaal proeven. Wat wil je proeven? Kiwi. Kiwi. Nou, zo. Ik wil sterk. Ik wil ook sterk. Ik wil kiwi. En een banaan. Maar allemaal in je mond, hè, jong. Lekker. Nee, ik heb geen kiwi. Maakt niet uit, ik heb hier nog kiwi. Ja, met banaan. Je kan niet, dit is hebben. Het is allemaal één. Ja, een stukje banaan zit erbij. Kijk maar. Ja, er zit banaan erbij. Ja, lekker. Geef maar op, het is een soort koek is het. Ja, dat is ook hardig. Ja, dat is ook koek is het. En? Nee, niet lekker. Ah, jij wel lekker, Jason? Ja! Ja, oké. Okay. De lekkerste van de wereld. Zo, en Jaden? Mmm! Jellysha is weer aan de beurt. Wat wil je pakken? Jellysha is weer aan de beurt. Jellysha is weer aan de beurt. Jellysha denkt, ja. Jij mag kiezen, Jellysha. Laat je niet van de reis brengen. Maar Jellysha wil mokken. Ja, en daar zit ook palaat, papa. Als het wel iets sneller mag, Jellysha, want net denk je er ook al een uur over. Kies er maar gewoon eentje uit dat jij denkt wat lekker is. Ik tel tot 5. Als je 5 is geweest, dan mag Jason. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dat is heel kort. De mokka. Ja, dat dacht ik al. Zo lekker, mokka. Mm. Ja? Mokka. Mokka. Nee, mokka is een soort gebak dat heel vaak bij verjaardagen uitgedeeld wordt. Hebben jullie wel eens eerder op niets, Jason? Of vaker gegeten, maar hij zit een beetje bedenkelijk te bekijken. Nee? Wat vraag je? Nootjes vind je niet zo lekker? Je wel de nootjes wel? Hij is het lekkerste van mijn leven. Nou, maar ik geef hem terug. Dus. Nou, je had een bedenkelijke blik en de helft gaat weer terug een bordje op. Dus ik weet niet of ik dat moet geloven van jou. Nee, maar... Kijk, Jaden heeft hem al helemaal achter zijn kies gedouwd. Ik heb het in hem op. Goed zo. Maar ik zit een beetje vol. Ach. Oh, dat is jammer, want we hebben nog heel veel gebakjes. Maar nee, papa die wel op. We hebben nog 5 gebakjes voor te proeven. Ja, dus Jason doet niet meer mee, want hij zit vol, jongens. Oké, dan laat ik hem maar over. Dat blijft cool, maar mee spelen. Ja, doe maar wel, hè. Nou, weet je wat het is? Jij mag ook nog uitzoeken. Wat dacht je daarvan? Oh, juist. Dus, zoek maar even uit. Welke wil jij hebben? Hij moet bij mij zijn, hè. Want die kaas is echt zo lekker. Je wilde net die pudding. Je zat net te wijzen bij Jellysha naar die pudding. Maar ik zei, Jellysha wil je de pudding. Oké, welke wil je hebben? De aardbeien. Oké, de aardbeien. Dit gebakje, Jason, is eigenlijk hetzelfde gebakje wat Jaden net nam. Alleen die had verschillende soorten fruitjes erop. Waaronder dus ook aardbeien. En deze alleen gevuld met aardbeien. Echt niet? Kijk eens hier. Dit is volop een cake. Dit is niet volop een cake. Jawel, toch? Nee. Is er iets anders dan? Dit is een hele andere cake. Hier zit pudding in. Hier niet, er zit een pudding op, maar dat is een andere... Jason, dan moet je het hele verhaal wat ik net zei gewoon vergeten en gewoon lekker genieten. Hè? Ik dacht dat het hetzelfde was. Nee. Joh, dat er nog zoveel stoorn zit, is dus een gebak. Nee. Maar die heb je ook nog verschillen, want je hebt ook dus gebak. De aardbeien die een harde bodem heeft, vind ik persoonlijk lekker. Oké. Vinden jullie ervan? Jellysha, ja goed. Ja, dat is wel lekker, hè? Jij? Alsjeblieft. Alles jouw schuur in één keer. Het is toch ongelooflijk, dames en heren, dat het iedere keer past bij jou. Dit lekker, Jaden? Mm. Nou, lieve kijkertjes, dit zijn de minst populaire gebakjes. Want die blijven als laatste over. Maar Jaden gaat hier toch eentje uit kiezen. Welke? Ja, die? Alright. Puddingbroodje. Kijk eens hier. Alsjeblieft.
Jij gaat als eerste proeven natuurlijk. Wat is het, Janice? Ik word aan een bijtje. Ja, maar we doen stukjes eruit. Dan schrijven we allemaal afgekloofde gebakjes. En zo smaakt hij net zo lekker. Ja, dat bedoel ik. Het is mijn favoriet. Is dat jouw favoriet? Ja. Ik zie dat je poedersuiker zit nog aan je neus. Het is dat ik weet waardoor het kwam, anders had ik je op je kop gegeven, hè? Snoever. De laatste drie cakejes. Jalicia, je mag uitzoeken. Kies maar deze is echt lekker. Nou, dan kies je een andere uit. Ik kies maar. Je moest er toch alle drie proeven, dus pak er maar gewoon eentje. Welke dan? Heel goed. Goeie keuze. Die gaan we doen. Ik heb geen idee wat het is. Ik denk een soort noten erop. Maar we gaan het gewoon proeven. Yeah. Alsjeblieft. Was hij lekker? Hij zag er niet lekker uit, hè? Alsjeblieft. Hij is wel lekker. En Jason. Ik vind het niet lekker. Oh, je weet het niet. Dat is lekker daarna. Heb je nou geproefd? Net zoals de banaan net. Hier zit appeltje in. Dat is zo'n appeltaartje. Proef. Nee. Proef schuif van mama. Nee, trauma mama. Oké, okay, ik. Wat zeg jij? Getrauma mama. Lekker. Hij zegt getrauma mama. Nou, papa, kijk, dan laten we de kekertjes ook. Draai je om. Kijk, voor jezelf van haar. Nee, getrauma mama. Nee, ik heb het geproefd. Je hebt niet geproefd. Jawel. Nou, Jada. Nee. Nee, wil je echt niet? Papa laten proeven? Ja. De boer niet kan, dat weet je niet. Doe jij papa maar filmen. Heb je een goed filmpje? Ja, ja, actie! Nou, papa, ja, oké. Okay. Actie gaan. Zegt hij ook. Oh. Papa, jij hebt een gek! Heeft mama dat goed gedaan? Ja! 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 Hoi! Mama is de beste! Mama is helemaal niet de beste, joh. Ga naar je kamer. Hoe zijn jij, schat? Papa, ja, dat weet ik. Let maar niet even op deze rommel. Uit die thema is ook omgevallen. Maar jij mag nog eentje kiezen, Jason. Dus niet diegene die omgevallen is. Die? Alright. Die gele? Ik denk iets met je weet niet als het lekkere. Je weet niet dat het is kaas. Nee, het is geen kaas. Geen kaas. Dit daar zit kaas aan. Nee. Oh, advocaat. Proef maar. Nee, het is van. Advocaat. Een drank. Maar het is van. Blijf stukje proeven, jongens. Van zo'n kleur van spaghetti. Ja, even op. Lekker. Ik ga niet proeven. Ja, een klein beetje. Mocht je dronken. Felicia vindt het niks. Klein beetje maar. Jadon is in een keer heel moe. Ja, kom, nou. Klein beetje. Nee, ik kan toch wel proeven. Toch wel? Is het lekker? Nou, kijk, hij vindt wel lekker ook. Ja? Deze niet. Die weet ik niet. Dat is de laatste. Dat vind ik niet lekker. Die heb jij nog niet geproefd? Nee. Dit is van jullie. Applausje voor ons. Zal ik beginnen? Dit is hard. Is het van karamel gemaakt? Ik weet het niet. Al waar dat is gemaakt. Mama heeft al het antwoord. Die zijn voor jullie. Een soort van kersen. Ik denk dat Jana wel gelijk heeft dat hij voor ons is en denk ik een gepakje bij oudere mensen. Mama, papa, die zijn voor jullie. Ja, die is voor ons, dat is voor grotere mensen, denk ik. Jullie vindt hem lekker. Ja. Nou, Jullie vindt alles lekker. We hebben wel eens tijden gehad dat Jullie niet zoveel lekker vond, hè, schat? We moeten eigenlijk nog eens een keer een remake doen voor iets wat een top 10'tje aan de kijkers. Welke top 10 moeten we overnieuw doen? En dan kunnen we de oude reactie en de nieuwe reactie kunnen naast elkaar zetten. En dan kunnen we zien of hun smaak veranderd is. Ja. Zullen we dat eens een keer doen? Ja, mag ik... Wat gaat? Van je vader? Drinken? Jij krijgt van mij zo'n drinken. Tuurlijk krijg je nog wat drinken. Cola dan, hè? Cola? Mag dat niet. Jullie krijgen geen cola.
Nee. Was leuk geprobeerd in de vlog, maar je krijgt geen cola. Nee, ik krijg een strokje. Oh, geen klein cola. Nee. Niet dat bedoel ik. Nee, gewoon lekker frissie. Nee. En hoe smaakt het, Jason? Ik wil nog frissie. Eentje. Nee. Oké, okay, dan een glaasje water. En jij? Ik wil nog eentje. Klein stukje. Jij. Met de tong zo lekker zo. Doe maar. Hap. Hap. Ja. Toch lekker. Er zitten schuimpjes op. Zo verharde schuimpjes. Nou, dat was het, hè. Kerstje vulling met pudding. Dat was de laatste. Mag ik nog eentje van die brood? Ja, proef nog maar. Want jullie mogen gaan uitzoeken welke jullie helemaal op willen eten. Oh, ik wil de bal. Jij wil met de bal? Ze hebben allemaal een keus gemaakt, dus we gaan afscheid voor jullie nemen. Ja. Volgende dit een leuke video. Heel leuk. Kiet op een bij het druk gekregen voor alle buiten. Dag, tot ziens. Tot de volgende video. Hoi hoi. Hoi hoi. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel.